Drukte van belang? Ja, het is een dolle boel hier, want morgen moeten we markt houden en het moet vandaag opgetuigd. Jullie bestaan 5 jaar. Ja, een prachtig jubileum. 5 jaar terug zeiden we, we moeten met elkaar de agrarische sector eens even positief in het daglicht stellen. Het is een hele boeiende branche, maar de mensen weten het niet. Dus ik denk dat wij als boeren dat veel meer uit moeten dragen. Wat voor een mooie sector het is waar we in werken. We werken elke dag met de natuur. En de mensen moeten weten waar hun eten vandaan komt. We vinden het ook leuk. Contact met die tuinder die die bloemkool heeft geteeld. Kun je wat dingen opnoemen? Wat komt er allemaal? Oh, het varieert. Heel veel fruitsoorten. Aardbeien, blauwe bessen, peren, appels. Maar ook bijvoorbeeld champignons, verse knoflook, jammetjes, chocola en fudge. Allemaal homemade. Engelse taarten, schapenmelkproducten, geitenmelkproducten, paardenmelkproducten. Nou, ga maar door. Past het allemaal nog? Ja, volgens mij wel. Volgens mij gaat het allemaal goed. We hebben er alle machtig veel zin in, dus... Je hebt een programmaboekje in je handen en dan weet je precies wie waar moet komen? Ja, ja, ik heb platte grond, dus zo langzamerhand komen alle kramenhouders deze kant op en die moeten hun plekje weer hebben. Het zijn allemaal regionale producenten, zeg maar. Is het belangrijk om die regio's op de kaart te zetten? Nou, wij vinden het heel erg leuk om de mensen te laten zien van wat wordt er voor moois gemaakt hier in de Kop van Noord-Holland. En met zo'n gezamenlijk evenement, want dit organiseren we met een hele club, hè. Dit is best een heel ding. Ja, zetten we dat natuurlijk heel mooi op de kaart. Zijn jullie trots dat jullie er voor elkaar hebben weten te boksen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Voor de stil van.